Koningsdag 2015 staan Dordrecht en de Dordtse geschiedenis centraal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima arriveren per boot bij het monumentale Groothoofd direct aan de rivier. Daar gaan zij, zeg maar, koninklijk passagier. Dordrecht is de eerste gemeente die Koningsdag in de nieuwe stijl organiseert. Bij het Groothoofd komen drie rivieren samen, de Beneden Merwede, de Noord en de Oude Maas. Op Koningsdag varen oude en nieuwe schepen mee in een optocht, van piepkleine zalmfletjes tot een spectaculair containerschip. Willem-Alexander is zeker niet de eerste vorst die op deze plek in Dordrecht aankomt. Van oudsher is het Groothoofd de plek waar vele historische personen voet aan wal zetten. Zo kwamen bij het Groothoofd verschillende prinsen van Oranje aan, maar ook de hertog van Alva. Vanaf het Groothoofd heb je een prachtig uitzicht over de samenkomst van de drie rivieren. Je kijkt dan naar het drukst bevaren rivierkruispunt van Europa. Via de Groothoofdspoort kwamen Edelman en Bedelman vroeger Dordrecht binnen. Die belangrijke stadspoort bestaat nog steeds. De kern van de poort heeft zijn oorsprong in de 14e en 15e eeuw. Dat kan men zien in de poortdoorgang. De gewelven zijn gotisch van oorsprong. Tijdens de verbouwingen van 1618 en 1640 kreeg de poort een renaissance uiterlijk. In 1618 werd er ook een toren op de poort gezet. Aan de waterzijde van de poort zien we het relief van de Dordtse stedenmaagd. De maagd is gezeten in een tuin. De omheining verwijst enerzijds naar haar eigen onneembaarheid, de ongehuwde staat, en symboliseert anderzijds de onneembaarheid van de stad Dordrecht zelf, die is omgeven door water. In haar ene hand heeft de stedenmaagd het wapen van Dordrecht en in de andere hand een palmtak. Rondom haar zijn wapens van Nederlandse steden afgebeeld, die in relatie met Dordrecht stonden. Bovenin de poort aan de landzijde is het wapen van Dordrecht afgebeeld. Twee griffioenen houden het vast. De koepel heeft pas later zijn huidige gedaante gekregen. Beeldhouwwerk op de poort en de toren is voor een groot deel vervaardigd door de beeldhouwer Gilles Huppe, die leefde van 1576 tot 1650. Afkomstig uit Luik woonde hij vanaf 1615 in Dordrecht.